Wetterstreek. Rijnlandroute, inpassing gaat niet aangepast worden. Ja, een paar jaar geleden heeft de provincie vastgesteld hoe de Rijnlandroute eruit gaat zien. Hè, met een tunnel onder voorschoten door, een verdiepte ligging bij de Stevenshof, onder de veenwatering door met een aquaduct, onder de A44 door. Nou, toch zei de raad, kan je nog kijken of je nog eens optimalisaties krijgt? Kan die verdiepte ligging wat langer verdiept blijven liggen? Kan je daar misschien iets met geluidsschermen? Kan je het aquaduct wat verbreden, waardoor je meer groen krijgt? Nou. Daar hebben jullie naar gekeken en wat blijkt? Ook al zou je dat willen, het gaat nu zoveel vertraging opleveren op het moment dat je dat gaat doen, dat een miljoen per maand kost dat het eigenlijk niet meer rendabel is. We kunnen het niet betalen. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Dus we moeten constateren dat we die verdere optimalisatie niet kunnen doen. Ik kwam nog bij dat ook de wijkraad eigenlijk het voorstel wat wij hadden minder mooi vond. Die wilde liever horizontale geluidsschermen. Ja, die kunnen wij ook niet betalen. En daarnaast zeiden we, ja, die hebben ook niet heel veel nut. Want als je in de Stevenshof staat, is het geluid wat je hoort, het huidige autoverkeer, wat op Maaiveld op de A44 rijdt, dat geluid zal groter zijn dan het geluid wat uit de tunnelbak komt. Dus geen aanpassing. Dus uiteindelijk is het verhaal na toch wel een periode onderzoeken dat wij verder niks voorstellen.